106 FM. Dit is 6FM in Business. En dit zijn uw gastheren. Lars van Loon en Kent Hansson. George van der Meer is nog niet zo heel erg lang teruggekeerd vanuit het hippe Milaan. Alwaar ze het een en ander heeft opgesnoven over interieurarchitectuur. Ook een nadeel, want ze staat een belangrijke T-splitsing in haar leven. In loondienst of toch zelfstandige aan het werk. En wat kan George dan? Bijvoorbeeld een bestaand kantoor op extreem eenvoudige wijze ombouwen, waarmee ook een frisse look ontstaat. Ja, George, welkom. Dankjewel. Ja. Hey, is de keuze inmiddels al gemaakt? Hey, zei trouwens, hoorde je dat ook? Heel fout. Is de keuze al gemaakt voor wat betreft loondienst of als zelfstandige ondernemer aan het werk te gaan? Nee, op het moment nog niet. Maar ik ben wel op projectbasis al bezig. Oh, waar ben je aan de slag dan? Nou, ik heb onder andere een project bij jou al voltooid. Het is incestueus, maar het feit dat we dat dan ook aan het wateroppervlak hebben, dat is dan weer niet helemaal de bedoeling. Hè? Oh. Wat kan je? Wat doe je dan met zo'n kantoor? Nou, ik vind het belangrijk om altijd vanuit de mens te blijven ontwerpen. Ja. Dat een interieur meer wordt dan een product, meer wordt dan een lifestyle, maar echt een complete beleving. Ja, want nogmaals, we hebben het over interieurarchitectuur. Ja. In jouw geval was het natuurlijk lastig om op jouw basis van jouw idee iets te ontwerpen, geloof ik. Ik ben boekhouder, hè? ik kan geen hippe dingen. Oké, maar terug naar George. Ja. En wat ik dan als toegevoegde waarde heb, ik ben jouw interieurwensen aan het waarmaken, maar dan wel op een functionele manier. Ja. Want uiteindelijk, wat je gedaan hebt, is je hebt een kast omgedraaid en een tafel een kwartslag gedraaid. En Las, dan zit er toch op. Nee, dat is juist niet denigerend bedoeld. Het is zo belachelijk eenvoudig. Ze heeft Milaan gedaan, Ik zie het niet. Nee, maar dat is juist de truc. George ziet dat dus wel. Ja, er zit een bepaalde kennis achter. Ja. En hoe ga je dan te werk? Nou, ik ben eerst bij jou op de koffie gekomen om je wens op papier te zetten. Ja. En ik heb vervolgens jouw pand ingetekend omdat er geen platte gronden waren. Dus ik moet ergens beginnen. Ja. Dus toen kon ik een 3D-model maken om voor jou een mooie voorstelling te maken van wat wordt het concept? Hmm. Daar heb je ja op gezegd. En vervolgens heb je mij de uitvoering toevertrouwd. Waardoor het voor jou een heel groot voordeel had dat je zelf kon ondernemen zonder onderbreking. Ja, want dat vond ik wel belangrijk. Ik weet niet precies hoe ik het heb omschreven. Het zal op een enorme, lekkere, directe manier zijn geweest van, ik wil gewoon geen gezeik. Ja. Hier heb je een budget. Ga je gang. En vervolgens heb je het ook allemaal zelf gedaan. Ja. Natuurlijk hebben we af en toe even een minuutje overleg gehad over past het op die manier. Pad, ja. Inderdaad. Maar voor de rest, kom jij met het idee. Ja. En dat vind ik zo gaaf. Met een redelijk beperkt budget, heb je toch een open sfeer weten te creëren. Ja. Waar ik zelf gewoon niet uitkwam. Ja, precies. En wat leer je dan in Milaan? Dat jij dat wel ziet en ik niet? Tja, Milaan niet alleen. Maar ik heb mijn bachelor in Zwolle gedaan bij Artes. Mm-hmm. Ik ben vervolgens mijn stage gaan doen in Istanbul. En uiteindelijk inderdaad de smaak te pakken gekregen van het buitenland en naar Milaan doorgegaan. En daar ontwikkel je heel veel vaardigheden in allerlei soorten design. Mm-hmm. Zoals architectuur, interieur, meubelontwerpen. Maar ook conceptdesign en grafisch ontwerpen. En zelfs videodesign. Dus echt alles kan je aanpakken. Maar op jouw projectbasis heb ik echt meer logische analyse toegepast. Soort waar ik vooral heel nieuwsgierig naar ben. Wat heb je uit die landen buiten Nederland meegenomen hier terug naar Nederland? Wat was zo intrigerend wat je niet in Nederland vond? Ja. Nou, we hebben samengezeten in een klas van 24 mensen over de hele wereld. Met verschillende nationaliteiten culturen, inderdaad. En ik was daar de enige Europeaan naast 4 andere Italianen. Dus moet je nagaan wat voor een mix dat is geweest. En toen kwam eigenlijk de intermediaire tussen culturen in mij naar boven. En daardoor ben ik snel al als projectleider de rol op mij geplakt. De Nederlander. Ja, precies. En maar met de specifieke dingen die we in Italië geleerd hebben, die wij bijvoorbeeld niet kennen, is dat dan de Mediterranean-inslag en de Arabische inslag in Istanbul? Hoe moet ik dat voorstellen? Ja, vooral de storytelling is op het moment heel in. Hoe jij iets kunt verkopen. En vooral die emotionele band, dat is in Italië veel sterker dan in Nederland. En hoe je dus
je product goed kunt verkopen. En heb je daar een voorbeeld van hoe die emotie naar boven komt? Ja, zeker. Vertel. Nee, flauw. Een van de projecten was voor een internationaal Italiaans keukenmerk, Febal. En daar hebben wij een award voor gewonnen van 2015. Een compleet nieuw businessmodel voor de klant te ontwerpen in zijn keuzeproces als hij een keuken aanschaft. Mm-hmm. Dus wij hebben de klant een virtuele reis door Italië laten maken en langs 5 verschillende steden. En daar doet hij sfeerimpressies op en die verzamelt hij als een soort aanzichtkaarten bij elkaar. En dat vertalen wij als 3D-concept naar je keuken en voor de rest door de rest van het huis in de inrichting. Dus je hebt de klant eigenlijk ook veel beter leren kiezen in plaats van ik vind dit mooi, maar je hebt hem meer keuze bewust gemaakt. Precies. En door dit verhaal te vertellen en dat 1-op-1 gebeurt, voelt hij een emotionele band ermee. En daardoor kun je dus een veel beter interieur, wat veel passender is en persoonlijk is. Ja, je hebt het gewoon dichter bij hemzelf gebracht. Ja. Prachtig. Inderdaad. Nee, maar de grap is dan wel, of het nou keukens zijn of een saai kantoor, dat je komt wel met heel veel verschillende disciplines daardoor mee in aanraking. Ja. Klopt. Heeft dat voordelen, heeft dat nadelen? Hoe moet ik dat zien? Het voordeel is dat je heel erg veel variatie kunt toepassen. Je bent heel erg goed in van alles en nog wat. Alleen het is wel lastig om uit te leggen aan mensen. Ja, wat doe je nou eigenlijk? Ja, want jij vertelde net even in de voorbespreking dat je de website hebt waar je die reis ook kon maken. Ja. Klopt. Het project, heb ik een video van gemaakt. En daardoor kan de klant of de kijker die virtuele reis door Italië ook maken. Wat was de naam van die website? Sjorsvandermeer.com. Ja, van der Meer. Is het inderdaad. Vallen daar mensen daar niet over die laatste R? Ja, soms wordt hij vergeten, hè Lars? Ja, van de R. Der Meer. Ja. Oké. Okay. Ja, ga door. Nee, nu ga ik. Nee, als voor de laatste. En veel heb je gewoon je website nodig om. En daar beleef je ook die reis die je meemaakt. Ja. Maar welke kant zou je eigenlijk verder uit willen? Ik heb wel een toekomstwens. Dat is op projectbasis op grote schaal kunnen doen. Internationaal in teamverband realiseren. Oh, dat zoals? Zou ik. Maar ik hoorde hier ook de teamspeler, hè? Ja, doener. Teamverband, dat is wel echt waar mijn hart ligt. Maar dan hebben we het niet over kantoren, maar dan heel grote kantoren. Wat voor dingen heb je dan? Maar projecten kunnen nog steeds alles en nog wat zijn. Daar komt die variatie weer in terug. Dat kunnen musea zijn, zwembaden, exhibities, noem het maar op. Ja, het kan allemaal. Dat maakt het dat niet lastig om te verkopen wat je doet? Inderdaad. Oh. En hoe ga je dat dan oplossen? Nou, door hier onder andere bij op de radio te komen. Ja. Okay. Neem maar gewoon veel aan de weg te timmeren en mensen jou te leren kennen. Precies, vooral 1-op-1 die emotionele band creëren, de gunfactor krijgen en daardoor kun je mooie projecten laten. Maar ik proef ook een heel stuk vertrouwen. Hè? Want als Lars dit aan jou durft toe te vertrouwen, dat vind ik al heel wat. En volgens mij is zeker naar dit verhaal, om even terug te kijken naar zijn kantoor, dit, ja, ik zie het er allemaal in wat jij verteld hebt. Ik vind dat wel knap. Ja. Ja. Zeker om het lastig te vertrouwen. En als controlfreak zijnde. Ja. Nou ja, als boekhouder heb je dat. Dus ik vind het wel heel wat om dat uit handen te geven. Lars. Ja. Maar betekent ook dat je heel veel. Want neem je ook alle zorg uit handen met aannemers en alle mensen die. Ja. Want ik neem aan dat je zelf niet gaat lopen stukken. Nee, maar de hele communicatie tussen de opdrachtgever en de uiteindelijke uitvoerder, die neem ik ook helemaal op mij. Want dat gaat zo vaak mis. Heerlijk. Dat gaat heel vaak mis. Ja, fantastisch. Oké, Sjors, anders krijgen we van Henk enorm op ons lazer. Dankjewel voor je komst naar de studio. En we gaan eruit. Even een plaatje. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. Dit is 6FM.